Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag film ik een roomtour voor jullie, omdat ik zal gaan verhuizen. Als je binnenkomt zie je deze sticker, Everything Happens for a Reason. En daar zien we mijn kamer. Mijn kamer heeft blauwe en grijze muren en zo ziet het er ongeveer uit. Als eerst als je binnenkomt zie je mijn kast. Deze komt van IKEA. En mijn kleren zijn daarop en geordend op kleur. Daaronder zie je mijn sokken, mijn kousenbroeken, mijn filmmateriaal en wat kerstspulletjes. Zoals je kunt zien is het niet echt de spiegelkast, maar je hebt wel een reflectie. Aan de andere kant vind je dan mijn kleren. Bovenaan vind je deze Funko Pops, maar ook, vind je niet alleen Funko Pops, maar ook kaarsen en zo. Daaronder vind je mijn onesies en mijn vrije tijdskledij. Daaronder broekjes en tops. Daaronder jeansbroeken en overals en tuinbroeken en zo. Daaronder heb je mijn volledige pyjama en boekencollectie. Zoals je kunt zien heb ik super veel Harry Potter boeken, want dat is dan ook mijn favoriete serie. En daaronder heb ik tassen en beddengoed. Bij mijn raam heb ik momenteel een stoel staan. Die gebruik ik af en toe om te lezen. Lekker fijn bij het raam. Of een magazine. Ik ben namelijk dol op fashion chick of vroeger fashionista. Ook is dat het magazine die mij inspiratie bood voor blogger. Deze gordijn heeft mijn mama zelf gemaakt uit IKEA stof. Ik vind ze super leuk. En naast mijn bed heb ik een doosje voor al mijn tijdschriften. Net als een paar heel erg fijne kaders die ik echt al sinds mijn geboorte heb. Dit magazine rekje komt trouwens uit Action, denk ik. Net als de bolletjes slinger en de lichtjes zijn voor een Primark, als ik me niet vergis. Dit ben ik als ik klein ben, was. Dit ben ik als ik klein was. Dank jullie fijne close-ups. Ook lees ik graag naar Cosmo Girl. En dit fake plantje komt ook van een rommelmarkt of van een heeflijn. Momenteel brand ik een kaars van Primark. Een heel leuke kaars in de geur Winter Spice. Dit nachtkastje heb ik trouwens gratis ooit gekregen. En ik heb het gewoon gekleurd in een witte kleur, omdat ik dat wel bij mijn kamer vond passen. Wel, mijn vader heeft gekleurd in een witte kleur. Ik ben er nog steeds tot op de dag van vandaag heel blij mee. De N-letter is trouwens ook van Primark. En
En mijn bedovertrek is ook van Primark, net als al mijn Harry Potter spulletjes. Zie je dan weer een overview. Boven mijn bed heb ik trouwens ook een lamp hangen van. In mijn ladekast zit ook dit, een boek en een briefjespak voor kalenderbriefjes. Dit is mijn dit is mijn Felix en daar hangen stickers al super lang aan. Ik heb ook een leuk uitzicht op de straat van daar aan. Mijn zakdoekjes. En dit is mijn bureau. Met een super oude radio, een leuke camera en een quote van Paulenka illustraties. Bovenaan zie je trouwens de schilderij van een koe die ik, een foto van een koe die ik ooit heb gemaakt. En mijn lightbox. Deze broodsel is ook van IKEA, denk ik. En de broer heeft mijn papa zelf gemaakt. Dit is mijn magneetbord met super veel leuke dingetjes op. Zoals je kon zien heb ik dat gefilmd in de herfst. Dat blad die je zo mooi ziet hangen is mijn bucketlist. Dit is mijn make-up kast, of toch wat erop staat. De body mist van Snowella, die super goed ruikt. Ook een fake plantje. Theo's body fantasy mist. Een leuke spiegellamp. Deze lamp slash spiegel is van de Lidl. Echt super fijn om je make-up mee te doen. En die schilderijtjes heb ik zelf gemaakt met waterverf. En dat konden jullie een heel eind geleden zien in de vlogs van mij. En die quote is van een peerblom. De poster heb ik gewonnen van Simple Plan. Ik ben namelijk super harde fan van Simple Plan. Ik heb echt al 3 of 4 concerten van hen gezien. Deze lipstick is van de Maal Mei collectie van L'Oréal Paris. En die vind ik echt super mooi. Deze ruikt echt heerlijk. In mijn make-up laar ik heel wat dingen. Producten die ik nog moet testen. En ook andere producten. Als jullie ooit een kast terug willen zien, dan moet jullie het maar hieronder eventjes laten weten. Die het licht uit. En dan wil ik jullie nog even bedanken voor het kijken naar deze roomtour. En tot de volgende keer. Vergeet je niet te abonneren als je meer video's wil zien. Bye!